Voor de coronacrisis liep mijn restaurant heel goed. We zaten bijna elke avond volgeboekt. Maar nu is het allemaal erg onzeker geworden. Ook wij zijn hard getroffen door deze situatie. Een tijdje terug kwam er een vriendelijke man naar me toe. Hij zei dat hij investeerder was en het restaurant over wilde nemen, zodat ik financieel gered zou zijn. Ik twijfelde even, maar bedankte toch vriendelijk. De volgende dag kwam hij terug en liet me 40.000 euro cash zien en bood me aan om dit achter te laten als aanbetaling. Het zou verder wel goed komen, zei hij. Maar mijn onderbuikgevoel zei dat er iets niet klopte. Het voelde niet goed en ik weigerde opnieuw. Uiteindelijk heb ik een melding gemaakt bij de politie. Later is diezelfde man opgepakt voor het witwassen van crimineel geld. Ik ben blij dat ik niet met hem in zee ben gegaan. Dan was ik nu nog verder van huis. Eenmaal in de greep van criminelen kom je niet meer van ze af.